Is nieuws via WhatsApp? Meld je nu aan via cvi.nl inl whatsapp Oké. Okay. Good evening. Weten, how do I say that in uh, Dutch? Good evening. Goedenavond. Goed zo, goed zo. Oké, okay. we don't have a problem ge. Anyway, it is wonderful to be here in Holland, and I want to thank Christians for Israel for inviting me and making it possible for me to speak to so many people this week. Het is fantastisch om hier te zijn en ik ben Christen voor Israel dankbaar dat ik hier kan zijn en de mogelijkheid heb om u toe te spreken. So, before we beginnen I just want to uh, take care of a bit of business. Voordat uh, we gaan beginnen, een beetje business. I want to pass around a sign-up sheet, and we would love to get you on our mailing list. Er gaat een lijst rond, een mailinglijst van de organisatie waar ik het straks over had. U kunt daar uw naam op zetten. We put out um, a monthly letter in Dutch. Maandelijks gaat er een brief uit in het Nederlands. Because my Dutch is so fluent, I write. Beautiful. Ik spreek eh, mijn Duits mijn Duits, zou ik zeggen. Mijn Nederlands is zo vloeiend dat ik het zomaar opschrijf. But I'll tell you a secret: it is Henk Poot die hier sitting in the back that translates my letter into Dutch. Hank Pott, die hierachter in de zaal zit, die vertaalt deze brief in het Nederlands. Wekelijks worden e e-mails in het Engels uitgestuurd, rondgestuurd. So, what I'd like you to do is put down your U mag dus uw naam invullen. Als u het leuk vindt, dan mag u ook uw banknummer invullen, zodat ik uw geld kan opnemen. Maar <laughs> anyway, put your information. If you would, Ik ga ervan uit dat u vooral de Nederlandse brief wil. maar als u de Engelstalige. Uh, Berief wilt hebben, dan moet u dat ernaast zetten, ernaast uw naam Engels ernaast. Dan krijgt u ook de Engelse post. Oké, okay. so what I'd like to do today, we are talking about what we see in Israel today in Judea and Samaria as the fulfillment of prophecy. Waar hebben we het over? We hebben het over Judea en Samaria vandaag, waar we vervulling van profetie zien. But I work maar ik wil eerst even iets teruggaan. For what we're about. We hebben dus al wat versen gelezen die de bijbelse achtergrond van het verhaal aangeven. So I'm going to start with the present and move backwards. Ik ga met de personen beginnen en we gaan terug. Laat ik eerst iets over mezelf mogen vertellen. I am I was born in the ik ben in Amerika geboren. I'm an orthodox Jew. Orthodox Jewdin. And uh, ever since I was a child, the Bible and everything about the Judaism was central to my life. Vanaf mijn dat ik kind was was alles van de Bijbel en wat met Jodendom te maken heeft centraal in mijn leven. I went to Jewish schools. I did not go to the regular public schools. Ik ging naar de Joodse scholen. Ging niet naar de gewone openbare scholen. And I, even though English is my native language, I learned how to read and write Hebrew before well, I learned how to read and write well, English. Engels, dus mijn taal van mijn geboorte af is, heb ik ook geleerd te lezen en te schrijven in het Hebraïs. And as a child, reading the Bible and reading about Abraham en the land of Israel, to me it was all, you know, the past and the present, it was all one. I you know. mij het lezen van die verhalen uit de Bijbel, Abraham en zo, het was allemaal één: het verleden en het heden. And when in my family and in school people talked about Israel, there was no difference between the Israel we read about in the Bible and the Israel they were talking about from the newspaper. En als mijn over Israel sprak, dan was er geen verschil tussen het Israel and Israël in de krant vandaag. And it's probably that sense of, of, of um, how central Israel is to me and to us as Jews that has followed me through since you know from childhood to today. En dat centrale gevoel, dus dat gevoel van hoe centraal Israël is in onze Joodse beleving, dat volgt me tot op de dag van vandaag. Toen ik negen jaar was, brak de Zesdaagse Oorlog uit. En ik remember hoe excited everybody was. als de uh, fear van de attack turned into Wild enthousiasme over de victory. En ik weet nog hoe groot het enthousiasme was. toen de vrees voor de aanval omsloeg. in vreugde over de overwinning. En ik remember hearing about how we were now. Um, we had gotten weer onder onze controle. Hebron en Jeruzalem en uh, Bethel. En het was fantastisch om te realiseren dat nu Hebron en Bethel opnieuw onder ons beheer waren. En toen pas denk ik realiseerde ik me voor het eerst dat het Bijbelse Israël en het huidige Israël niet echt helemaal hetzelfde is. En dus so what I want to do first of all I have given everybody a map you all have this brochure. Om te beginnen u hebt allemaal deze brochure op uw stoel gevonden. Uh, also my the fluent dutch in here ook in het Poot. Dank aan Hank Poot. <laughs> Oké, okay, inside is a map. Er is een kaart binnenin. And I want to give you a sense of modern Israeli history from this map. En ik geef je iets van de Israëlische moderne geschiedenis vanuit deze kaart. So this is a map of the center of Israel. This is een kaart van het centrum het centrale gedeelte van Israël. De Galilee is off the map in the north. Uh, staat niet op de kaart in het noorden. And the Negev is off the map in the south. En de, de Negev van de kaart af beneden in het zuiden. And hier Tel Aviv. That's Tel Aviv. Jerusalem. Jerusalem. And this area here in the middle that is surrounded by the green line, this uh, is Judea and Samaria. Gedeeld in het midden dat omgeven is door een groene lijn, is Judea en Samaria. Judea is Jerusalem in the south. Judea is used that's and in Saudi. And Samaria is north of Jerusalem. And Samaria is ten noorde van Jerusalem. Now this is the very same area that's referred to in your media as the West Bank. And dat is dus het gebied waarna verwezen wordt in new media als de West Bank of the Westoever. Also when people in your media or in your government talk about occupied Palestine they're also referring to this area. Dus wanneer mensen de media of in de politiek ook in uw midden, spreken over de bezette gebieden dan gaat het over dit gedeelte. So how did we get these words Palestine and West Bank? Hoe komen we aan die woorden Palestina en West Bank of Westoever? So in 1948 Israel became a state. 1948 werd Israël een staat. And before that, since the end of World War One until 1948, the British controlled this entire area of Israel. Tot dat moment vanaf het einde van de eerste wereldoorlog heeft, Is heeft Engeland, Brit, groep Brit Britannië dit gedeelte beheerd. And after World War One, it was the uh, League of Nations that na Wereldoorlog I gaf de uh, Israël, of Engeland Groot-Brittannië het zogenaamde mandaat over Palestina and that ma mandate originally included all of jordan as we know it today which is to the east of israel en dat gebied omvatte dus ook alles wat we vandaag kennen als Jordanië aan de oostkant van de Jordaan and all of israel en dus heel Israël But very shortly after World War 1 the British took the area east of the Jordan River which represented 74% of the entire land and created the independent state of Jordan. Heel kort daarna scheiden eh uh, de regering van Engeland het oosten van het westelijke gedeelte en creëerde daar de staat Jordanië op 74% van het aanvankelijke gebied. Now, when Britain was given the mandate for Palestine, they were told, the, the, the mandate itself was in order for Britain to establish a Jewish homeland in Palestine. The bedoeling of the British was dat ze een Joods in So the first thing that the British did wrong was they took 74% of the land and gave it to someone else, eerste, and not to the Jews. Uh, wat, wat de Britten deden was 74% van dat gebied afnemen en het aan anderen gaven, niet aan de Joden. Maar we waren dus blij met dit gedeelte, wat echt het centrale gedeelte is van het land dat in de Bijbel Canaan heet. But then again, the Arabs didn't want us to be in any part of Israel. So, over time, the nations of the world tried to take more of that land away from Israel as well. The wilden niet dat wij in dat gebied woonden, Dus de volkeren van de wereld gingen er mee akkoord dat steeds meer gebied van ons werd afgenomen. And the truth of the matter is probably back uh, soon after World War II, or even before in the thirties, there would have been a two state solution. Except that the Arabs kept rejecting any compromise. Er zou zelfs al voor de oorlog misschien een twee-staten-oplossing geweest kunnen zijn, als niet de Arabieren dat voortdurend hadden afgewezen. 1948, the British leave Israel, 1948 vertrekken de Britten uit Engeland en Israël. Israël roept de staat uit and the Arabs invade from all sides. en de Arabieren vallen ons van alle kanten aan. Een jaar later is er een staakt-het-vuren. En deze groene lijn is de staakt-het-vuren-lijn. Het is alleen maar een lijn die aangeeft waar de legers ophielden. No In minder dan geen tijd was deze lijn een grens geworden. At no time was this area here said to become an Arab state of Palestine. Er was dus dit gebied beschouwd als een Arab Arabische staat, het worden van een Arabische staat. Israel would never have started a war to capture this area. Israël zou nooit een oorlog begonnen zijn om dit gebied in te nemen. And that is even though the heart of biblical Israel is here. In zelfs, this area. Zelfs niet al is het hart van de Bijbelse is al juist in dit gebied. You heard some of the scriptures. You heard about the oak of More, Elon Moreh. that's right here. The de, 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 de eik van Moreh, Elon Moreh, dat is bovenaan. Hebron is right here. Hebron. Bethel is right here. Bethel. Bethlehem is right here. Bethlehem. All of these biblical areas, and so many more, are included in this area. Al deze Bijbelse gebieden en nog veel meer zijn ingesloten in dit gebied. In wij area wij Judea en Samaria noemen, de Arabieren noemen het de west En die naam west Westbank, West-Bank, is uh, gevormd, gemaakt door de, de Jordaniërs. Want in 1949, toen er een ceasefire it was, was het de Jordaanische armie die deze area controlde. In 1949, toen er dus sprake was van een wapenstilstand, was het het Jordaanse leger dat het gedeelte beheerste. And they this area, it the West Bank of en ze hebben toen dit gebied geannexeerd en hebben het West-Jordanië genoemd, West-Oever. Dat was een illegale annexatie, gerekend naar de internationale wet... And in fact, the last legal international document with regard to this area. In fact, het last uh, international geldige uh, document met betrekking tot dit gebied. Set that area aside for Jewish settlement. Heeft dat juist gebied juist bestemd voor Joodse bewoning. So when you hear people talking about the illegal illegally occupied West Bank or Palestine Dus als jullie mensen horen spreken over het illegaal bezette West-Jordanië of de Westbank of Palestina the only time there was an illegal occupation of that areas was the 19 years that Jordan illegally occupied De enige tijd dat er sprake was van een illegale bezetting van dat gebied was dus de bezetting van Jordanië van 49 tot 67 And in fact Jordan then in 1967 attacked Israel from that area. Vanuit dat gebied heeft Jordanië dus in 1967 Israël aangevallen. Israël dus reageerde op die aanval waar alle reden toe was op grond ook van internationale wetgeving. Zij zijn er toen in geslaagd om dat gebied te bevrijden en opnieuw onder Israëlische controle te brengen. So, for the first time in, in, years, in Dus voor het eerst in heel hundreds of veel jaren, of years, duizenden jaren. was Judea Samaria. Was Israël dus in staat om. ...het mandaat voor Palestinië te vervullen Judea Samaria and have settlement Jewish settlement in that area en heeft dus joodse dorpen steden gebouwd in dat gebied Now Ik wil nog iets aangeven waar de meeste mensen helemaal niks van weten The Palestine Liberation Organization was founded in 1964 de PLO werd in 1964 opgericht. This was at a time when Jordan still controlled Judea and Samaria. Dat was dus in de tijd dat Jordanië nog steeds de controle had over Judea en Samaria. And in their original foundational documents the PLO specifically stated that they have no claim over Judea, Samaria and Gaza. En in dat originele document van de stichting van de PLO wordt zelfs gezegd dat zij geen enkele claim hebben op het gebied van Judea en Samaria. Only, only after the six Day War. Pas na de zesdaagse oorlog. In 1968 heeft de PLO dat dat document geamendeerd en de claim op Judea en Samaria uitgesproken, vastgelegd. Dus in overeenstemming met het internationale wet, re, recht hebben wij vastgesteld dat de bewoning van Judea en Samaria terecht is, legaal. And, and we've also established that the only time that the Arabs have claimed that the Palestinians have claimed this area is when it belongs to Israel. En we hebben ook vastgesteld dat vanaf het moment dus dat Israël daar de controle uitoefent, de PLO dat gebied claimt. Because the Palestinians have never been interested in a Palestinian state. They have only ever been interested in the destruction of the one and only Jewish state. De Palestijnen zijn nooit geïnteresseerd geweest in de stichting van een Palestijnse staat. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd geweest in de verwoesting van de enige Joodse staat die er is. So that's the legal to we're about today. Dus dat is de, de, de legale achtergrond van alles waar we het vandaag over hebben. Maar u weet, onze connectie, onze verbinding met het land is niet de zaak van recht. Onze connectie is heel diep spiritueel, geestelijk, Bijbels. En het gaat helemaal terug naar Abraham. We read Genesis 12 where God first promises the land to Abraham. We hebben Genesis 12 gelezen waar God het land aan Abraham belooft. En Genesis 15, 16 15. Genesis Genesis 15. God promises Abraham that his children will become enslaved in a foreign nation. Daar zegt God dat zijn kinderen, de kinderen van Abraham, in slavernij zullen komen in een vreemd land. And 400 years later they would then come out and settle, return to the land of Israel. En 400 jaar daarna zouden ze dus terugkeren en zich vestigen in het land. Vers 13, ik lees het even misschien. Ja. Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. En dan een eentje verder. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheden van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Dus het, het verbond van God met Abraham. 400 jaar later. The nation of Israel is liberated from Egypt. And you know, I'm not sure how aware the nation was, the children of Israel, of the progression from God's promise to Abraham to where they were as they left Egypt. Ik ben er niet zeker van hoeveel.

In Deuteronomy, the whole book of Deuteronomy is a series of speeches that Moses gives to the people of Israel right before they're about to go into the land. It's Moses' final words in the final weeks of his life. is Moses het land Read uh, Deuteronomy 11 verses 21 uh, through 30. 26-30. through Dan 11 vanaf vers 26. Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. De zegen als u luistert naar de geboden van de Heere uw God die ik u heden gebied. De vloek als u niet luistert naar de geboden van de Heere uw God. En van de weg die ik u heden gebied afwijkt. Om achter andere goden aan te gaan die u niet gekend hebt. Het zal gebeuren wanneer de Heere uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Die liggen immers aan de overzijde van de Jordaan, achter de weg naar de zonsondergang in het land van de Canaanieten die in de vlakte wonen, tegenover Gilgal bij de eiken van More. Oké, okay, remember that Oak of More? It's the same place that we read about in Genesis 12. Dat is dus dezelfde eik van More die waar we in Genesis 12 over gelezen hebben. God nation nation covenant in land En ik geloof dat God met opzettelijk met, met bepaalde reden het volk daar het land heeft laten binnengaan en verzamelen bij de eik van Moreh. When God spoke to Abraham at the oak of Moreh, he promised the land to his children. Toen God tot Abraham sprak bij Elon Moredeijk van More, beloofde hij het land aan de kinderen van Abraham. En hij vervulde promise aan Abraham. Pro Abraham 400 jaar later, as these of Israel enter the land. Een 400 jaar later staat God op het punt om die belofte te gaan vervullen. In de verzen die we gelezen hebben, was ze staan bij de ingang van het land. En als ze dus het land binnengaan, dan komen ze in een verbond met God. En in dat verbond is een lijst van zegeningen en vervloekingen opgenomen. En de zegeningen en themselves zelf zijn in Deuteronomie 28 en 29. We vinden de lijst daarvan in Deuteronomie 27, 8, and 28. 8, 27 en 28. Als ze. Als ze, God volgen, ze al in land. als ze goed zijn en de geboden van God volgen, dan zullen ze gezegend worden. En al die zegeningen hebben te maken met de vestiging, het wonen van de kinderen van Israël in het land. En als ze dus niet gehoorzamen, dan worden de vervloekingen uitgesproken en al die vervloekingen hebben ook te maken met het wonen in het land. En the ultimate curse is and we can even read it in Deuteronomy 28. Dat hebben we 28. Uh, verse uh, 64. Vers 64, dat is zeg maar de ultieme vloek 64. Even kijken. De Heere zal u verspreiden onder al de volken van het ene einde van de aarde. Tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen die u nog uw vader gekend hebben. hout en steen. This like the end of the Dat sluik, klinkt alsof het het eind van het verbond betekent. Dit klinkt alsof once the nation breaches the covenant. God then het the covenant in effective because He's sending him out of the land of Israel like it would be Het legt ons erop als Israël dus het verbond breekt dat God uh, het, het volk verstrooid over de aarde en dat dat het einde van het verbond van God met het volk betekent. But then comes Deuteronomy 30 which is an addendum to that covenant. En dan Deuteronomy 30 een toevoeging bij dat verbond. And perhaps read Deuteronomy 31 through 5. 1-5. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. En Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. So here God promises no. Heer belooft God dus zelfs als jullie in ballingschap gaan betekent dat niet het eind van het verbond. God, again bring us back to the land. God zal ons weer terugbrengen naar het land. Now, it would have been very... Think about what the children of Israel are thinking about as they're standing there in the desert waiting to go into Israel. Probeer eens in te denken wat de kinderen van Israël dachten. Wat er in hun gedachten omging, toen ze daar op die plek stonden: punt om het land binnen te gaan. They could very well have believed that God looked down and saw a nation in distress and decided to liberate them from Egypt because he felt sorry for them. Je kunt je voorstellen dat, dat, dat ze misschien dachten dat God in mededogen heeft neergezien op een volk dat helemaal verward was en dat hij zich over hen ontfermd heeft.

En God zegt hier dus dat zelfs wanneer het verbond verbroken wordt, God zal, ze zal doen terugkeren naar het land. God wil er duidelijk maken dat dit volk, dat het volk, dit verbond zal vertrouwen, deze belofte zal vertrouwen. Dus als ze dat verbond binnentreden, zeg maar vlak bij de eik van More, the nation Het volk Israël moet zich daar realiseren dat dat de plek is waar God allereerst aan Abraham het land heeft beloofd. And they are the living witness that God has fulfilled his promise to Abraham even though it took 400 years. En zij zijn dus de levende getuigen ervan dat God deze belofte gehouden heeft, ook al heeft het 400 jaar geduurd. You know the establishment of the state of Israel I believe is the greatest miracle of all time. Ik geloof dat de stichting van de staat Israël het grootste wonder van alle tijden is. No other nation in the world exiled from its land retained its national identity. Geen enkel ander volk in deze wereld kreeg op dergelijke manier de nationale identiteit terug. En precies zoals God in de vloeken beschreven heeft, zijn we in de, inderdaad over heel de wereld verstrooid geraakt. En we hebben onze geloof en onze... En toch, we hebben ons geloof behouden en zijn in het verbond van God blijven vertrouwen dat hij ons zou terugbrengen naar het land. In Jewish prayers written 2000 years ago, Joodse gebeden, 2.000 jaar geleden geschreven. We pray to God every single day that he will return us to the land of Israel. In die gebeden bidden we tot God elke dag weer opnieuw dat hij ons zal terugbrengen naar het land Israël. En dat heeft dus het licht in ons zeg maar doen blijven branden dat God ons zou terugbrengen. I believe that in entering into this covenant right next to the oak of Moreh, this idea of God keeping his promise ...even though it takes many years, became seared in our DNA. Ik geloof dus dat het, op het moment dat bij de Eik van More... ...deze belofte vervuld wordt, dat dat als het ware in ons DNA is geschreven... ...in ons DNA als Joodse volk. En het is dat begrijping dat ons al al die jaren door de en het is dat verstaan dat ons gedragen heeft al die eeuwen door, totdat we uiteindelijk in staat konden zijn om terug te keren. Now of we, had some, uh, the Bible. we kregen daarbij natuurlijk een zekere steun van de Bijbel. God heeft ons profeten gestuurd die zeiden dat zelfs na de verstrooiing God ons zou doen terugkeren. In Amos, for example. Amos bijvoorbeeld. Uh, read the last chapter, Amos 9. Even kijken, Hosea, Joël, Amos of wat ja. <laughs> I have, I have, uh, Amos, 9, Amos 9, verses 13 to 15. 9, vers 14. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen in hun land planten. En ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere uw God. Dit is Amos pro promising that one day we would again. Uh, plant the vineyards. Dat is dus de Amos, profet Amos, die profeteert dat wij opnieuw, op een keer, de planten, de bomen zullen planten. En build the ruins, build the ruined cities. En de geruineerde verwoeste steden zullen opbouwen. And he promises that he will plant us, the nation of Israel, once again on our land. En hij belooft dus dat wij opnieuw als volk geplant zullen worden in het land. en nooit meer zullen worden weggerukt. Years later, Ezekiel, very similarly. Jaren later profeteerde Ezekiel iets gelijk, dergelijks. Ezekiel 36, vers 8. Ezekiel 36, vers 8. 8, 9 en 10. Ezekiel 36. En u bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor mijn volk Israël dragen, want ze komen naderbij. Want zie, ik kom naar u toe, ik zal mij naar u toewenden en u zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël in zijn geheel, steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. We, today ...zien wij deze prophecies en Gods promise in Deuteronomie 30... voor onze vandaag zien voor onze eigen ogen dat deze belofte, deze profetie... ...en de belofte uit Deuteronomie werkelijkheid worden, elke dag. Het begon met land van Israël... ...waar het land weer Het begon dus met de stichting van de staat toen het land weer bewoond ging worden. Maar de bergen van Israël, dat centrale deel van het land... Was in Jordan's handen van 1948 tot 1967. Maar de bergen van Israël, dus dat centrale gedeelte, was in Jordaanse handen van 48 tot 67. In 1967, the Six Day War was an amazing miracle. In 1967, de Zesdagse Oorlog was een verbazingwekkend wonder. I'm sure many of you remember how we went from a time of enormous anxiety before the war. To an incredible joy and celebration, just six days later. Vera van u zullen zich herinneren hoe we in die periode gingen van een tijd van geweldige benauwdheid en angst naar een geweldige overwinning. En it was with van de Zesdaagse Oorlog waren wij voor het eerst weer in staat om dat gebied binnen te gaan en het te gaan bewonen. en bebouwen. now think again about this prophecy we read in ezekiel thirty six die die now here it talks about the cities being rebuilt Steden die herbouwd worden, and again the, the mountains being populated with the nation of israel very often when people read prophecy they assume that the fulfillment of prophecy will be something they watch on a screen Vaak als mensen profetieën lezen, dan denken ze dat vervulling van de profetie iets is wat ze op een scherm gaan zien. Maar weet je, God beweegt, brengt mensen niet zelf in beweging. God doesn't plant verhuist, verhuist mensen niet. God uh, bouwt geen wijngaarden, plant geen wijngaarden. It's who do that. Dat zijn mensen die dat doen. What God does is he opens up the opportunity. Wat God doet, is dat hij de open. De, de mogelijkheden opent. Maar als wij geen gebruik maken van die mogelijkheid... dan worden deze profetieën geen werkelijkheid. God zorgt er wel voor dat ze uiteindelijk toch uitkomen. But I'm of what said to maar ik, ik herinner me wat... Mordegai tegen Esther zei. When she was very hesitant about going before the king to for her people. Uh, toen ze dus heel erg bang was van wat ze moest gaan zeggen tegen haar volk, tegen de koning, pleitend voor haar volk. Uh, Esther 4 vers 14. Waar vind ik Esther ook weer? Rut Esther. Nee. No, after. <laughs> maar dat is toch wat dat ik sta te zoeken in de Bijbel. Ezra SRD, right, right. Yes, end. okay. There you go. <laughs> ik ben er gekomen. 4:14. Is er 4 vers 14? 4 vers 14. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot de koninklijke waardigheid gekomen bent. What is Mordecai say here? He says, if you, Esther, don't take this opportunity... Wat zegt Mordecai tegen Esther? Esther, als jij niet gebruik maakt van deze gelegenheid. And go before the king to save your people om naar de kolen toe te gaan en het volk je volk te redden. They will be saved. Ze zullen gered worden. By somebody else. Door iemand anders. But what is he, what is Mordecai say but you and your family will be lost. Maar jij en je gezin zullen worden uh, zullen verloren gaan, zullen omkomen. What Mordecai is expressing here is a fundamental understanding of how God's promises come true. Wat Mordecai hier dus zegt is een heel fundamenteel in het begrijpen van hoe profetieën uitkomen. God places us in places or in opportunities or in times that enables us to do something to help God's promise be fulfilled. God geeft ons mogelijkheden om iets te doen waardoor de profetieën vervuld kunnen worden. Because Mordecai knows that the Jewish people will not be annihilated because God promised that we would survive forever. Want gij gelooft dat het Joodse volk niet zal worden uitgeroeid, omdat hij gelooft dat het Joodse volk naar Gods belofte altijd zal bestaan. Maar als wij dus van die gelegenheid geen gebruik maken, dan is het mogelijk dat wij persoonlijk misschien niet gered zullen worden. But God's will be in maar uiteindelijk worden Gods beloften vervuld, hoe dan ook, misschien in een andere generatie. De overwinning in de oorlog van 1967 gaf aan het volk Israël dit soort mogelijkheden. Wij waren nu in het bezit van een land dat riep om Joodse terugkeer. We konden natuurlijk gaan zitten en naar televisie kijken om te zien hoe God dat zou uitwerken. But frankly, if no individual person would step up and start to act, we would see nothing on our screen. Maar als dus niemand zou opstaan om daar gehoor aan te geven, dan zouden we niks van vervulling op ons televisiescherm zien. Thank God, there were people of faith. Dankzij God, we danken God dat er mensen van geloof waren. Who knew Ezekiel 36? Die Ezekiel 36 kende. Who knew Deuteronomy 30? Die Deuteronomy 30 kende. In fact, verses in Deuteronomy 30 are recited every Shabbat in the synagogue as part of the prayer for the state of Israel. In feite worden woorden uit Deuteronomium 30 iedere Shabbat in de synagoge Gereciteerd als gebed, deel van het gebed voor de staat Israël. En zij begrepen dus dat de mogelijkheid die ons gegeven was in de overwinning van 67 een roep van God was om tot actie over te gaan. De eerste mensen die settle in Judea en Samaria were a waren een groep jonge mensen die hadden in as, as babies in a community called Kfar Etzion. En de eerste die daar binnengaan gingen na 67 was een groep jonge mensen die waren opgegroeid in Kfar Etzion, Gush Etzion, sorry. And uh, they that was a community it was a, a community that was settled in the 1940s. Dat was een gemeenschap die in de, in de jaren 40 van de vorige eeuw gesticht was. And it was destroyed the night before Israel became a state. En ze werden verwoest de nacht voordat Israël tot staat werd. But a few months earlier there was already a siege the same time there was a siege on Jerusalem there was a siege on this area. Er was dus een bezetting van Jeruzalem er was een bezetting van dat gebied. So they evacuated the children the mothers and the children to Jerusalem. Dus ze hebben toen de moeders en de kinderen uit dat gebied naar Jeruzalem laten evacueren. when the community fell all of the adults were killed by the arabs nineteen years later those children were now young adults jaar later waren deze kinderen, jonge volwassenen. and they had grown up with a vision of their parents their mothers reminded them all the time your fathers all of us had settled kfar etzion we will one day go back Zij zijn allemaal grootgebracht door hun moeders met het idee, met de gedachte, Jullie vaders hebben zich gevestigd in Kvar etzion vanuit de gedachte dat we eens terug zouden komen. En dat deden ze. A few weeks after the war was over, a group of these young adults went to the prime minister of Israel and asked for permission to go back and resettle the community that their fathers had died fighting for. Een paar weken dus na de overwinning van 67 gingen deze jonge man, mensen naar de eerste minister en vroegen toestemming om zich opnieuw te vestigen daar waar hun ouders gewoond hadden. And he gave them permission. En ze kregen die toestemming. He didn't even, he didn't even with his Hij heeft niet eens overleg gepleegd met zijn regering. There was something so real and so uh, immediate about the situation. The prime minister said to them: go! Home, my children. There was so in deze zaak dat eerste minister tegen ze zei: ga naar huis, mijn kinderen. And I think there's something about the deliberations of the Israeli government back then in the late 60s that reflect this sort of conflict between the natural response: Go home, my children, on the one hand, and the feeling that ooh. Maybe we need to find a way to placate the Arabs on the other hand. En er speelde toen echt iets in de gedachten van degene die leiding gaven aan de staat Israël. Een soort van conflict tussen. Ga naar huis, mijn kinderen. En de andere kant de vrees van hoe zouden de Arabieren daarop reageren. But these people and people like them who wanted to settle the land, were not thinking about placating the Arabs. Maar deze mensen die dus het land willen gaan bewonen, hadden geen enkele behoefte, geen dacht, dachten geen moment aan. Het plezier en het behagen van de Arabieren. There were two issues that guided them. Er waren twee zaken die ze leidden. Dit land hoort aan het Joodse volk. En God heeft dit wonder voor ons gedaan, die overwinning. En daarmee ons geroepen om tot actie over te gaan. And that same idea and led us to the next settlement. En datzelfde idee bracht ons bij het volgende nederzetting. In the spring of 1968 a group of young people rented an Arab hotel in Hebron to celebrate the holiday of Passover. In de lente van 1968 in 1968 ging een groep jonge mensen naar Hebron om daar Pesach te vieren. They went, they celebrated the holiday. The Arab was only too happy to take their money. Ze gingen and when the holiday was over, they stayed. And again, the government was conflicted because, on the one hand, they were afraid: can we protect these Jews in Hebron? En opnieuw was dus de, de, de regering in een soort van conflict. Aan de ene kant kunnen wij deze mensen in Hebron beschermen. There was also this idea in the government at that time of land for peace. Er was toen, er toen ook het idee in de regering van land voor vrede. Perhaps if we give some of the land to the Arabs that we have recently captured, they will give us peace in exchange. Misschien als wij iets van het land aan de Arabieren geven, dat zij ons in ruil daarvoor vrede geven. A de other hand, how could an Israeli government, a Jewish government, deny the fact that Hebron belongs to the Jews? Aan de andere kant, hoe kan ooit een Israëlische regering het feit dat Hebron bij het Joodse volk behoort ontkennen? And now we've just discussed two key places. I like to call them anchor cities in Judea and Samaria. We hebben dus nu over twee plaatsen gehad en ik noem dat uh, ankerplaatsen in Judea en Samaria. We talked about the oak of Morah and Shechem, where we God had... first promised land to Abraham. We hebben het over de eik van Morah en Sichem gehad, waar God het land beloofde aan Abraham. And we now talk about Hebron, where Abraham settled and where he purchased the first piece of real estate in the land en... when he bought the cave in the field to bury Sarah. Nu hebben we het over Hebron, dus het gebied van de eerste koop van onroerend goed waar Abraham van de Arabieren van de omgeving. Geen Arabiërs van de omgeving de spillong van Machpela als een begraafplaats voor zijn vrouw. Nou, beyond the Biblical period, Hebron has, was a city of Jewish presence for centuries. Dus na die tijd was Hebron eeuwen en eeuwenlang een plek van Joodse aanwezigheid. We know that a significant Jewish community started in Hebron, or at least flourished in Hebron. Beginning at the, uh, in the early 16th century. In de vroeges, vroeg, het vroege deel van de 16e eeuw was er al een bloeiende joodse gemeenschap in Hebron. And would and continued to be there and flourish until 1929, when Arabs massacred 70 Jews and the British evacuated the survivors. En die bloeiende gemeenschap heeft tot in 1928 bestaan, toen de Arabieren een massamoord aan uh, vingen en 70 Joden doden, en de, en de Engelse bezetting, Engelse mandaatbestuur, de Joden daar heeft geëvacueerd. Vanaf de opkomst van de Zionistische beweging was het voor iedereen duidelijk: Joden en niet-Joden dat het land Israël behoort aan het joodse volk. Our our en dat onze connectie met het land teruggaat tot Abraham. And so, all over the world, if asked, Does Hebron, Is Hebron a city? Of they would say yes. Dus Jooden, joodse mensen over heel de wereld als ze gevraagd wordt is Hebron een joodse stad? Natuurlijk is dat een, Hebron, een joodse stad zouden ze zeggen. The settlement movement, de zogenaamde settlementbeweging die deed dus iets wat eigenlijk iedereen begreep wat nodig was. You know, a lot of people say today, oh, but there are so many Arabs in Judea and Samaria. What are you going to do with them? Veel mensen zeggen vandaag, nou, er zijn zoveel Arabieren in Judea en Samaria. Wat doe je met hen? And indeed, that is a challenge. En dat is een geweldige uitdaging. Ze zijn niet zo erg gek op ons. Some of them kill us. Sommige van hen willen ons doden. Well, let me ask you something. Maar laat ik u iets vragen. You have your house, right? Je hebt je huis, nietwaar? Als iemand naast je komt worden die een hekel aan je heeft. And even started shooting bullets into your house every so often. And Would you just walk out the door and hand them the key and say, Here you can have my house? <laughs> Ga je dan naar buiten, zeg, Geef hem de sleutel alsjeblieft, je mag mijn huis hebben. If that were the case, then this whole world would be uh, a balagan. How do you say that in Dutch? <laughs> Rotzo. Ro <laughs> Okay. <laughs> Als dat het geval zou zijn, dan zou deze hele wereld inderdaad een rot zo zijn. Oké, okay. we, we kunnen de gangsters niet laten winnen. They're to take that to us. Zij willen iets nemen wat ons toebehoort. Laat to ik één ding duidelijk maken: we hebben nooit Arabieren. Uit hun huizen willen gooien. Ze zijn er geweest niet in zulke, zulke lange eeuwen. als ze zeggen dat ze er geweest zijn. But they've been there for some decades. Maar ze zijn er enkele tientallen jaren nu. And they built their ze hebben huizen gebouwd. Let them stay there. Laat ze daar blijven. Zolang ze ons niet willen vermoorden. Wij kwamen daar om huizen te bouwen, het gebied te bewonen. En we woesten bergtoppen, heuveltoppen, weer met Joden te bewonen. En we zouden graag in vrede willen leven met onze Arabische buren. En het is zo de situatie dat de laatste jaren steeds meer gewone Arabieren met, in vrede met ons willen leven. Voor een heel eenvoudige reden. They see that and moves Ze zien dat Israël groeit en bloeit en steeds vooruit gaat. And they see that the Arab countries are moving backwards to the Middle Ages. En ze zien dat de Arabische landen als het ware terugkeren naar de middeleeuwen. They see that when they work with Israel or in Israel or in the Jewish communities they make a lot more money. Zij zien dat wanneer ze met Israël samenwerken of in Israëlische dorpen werken dat ze veel meer geld verdienen.

You know there's a movement around today they call it the BDS. U weet er is een beweging tegenwoordig de BDS. And you know one of the um, the newest um BDS attacks has been through Airbnb. Een van de laatste aanvallen vanuit de BDS was het gebeuren met B&B. Hebt u van gelezen denk ik in de krant. Airbnb ja. Okay. This I mean For the past week, that's all anybody is talking about in Israel. In the last week praat iedereen in Israel. Airbnb decided they are no longer listing any of the BNBs in Judea and Samaria. Airbnb heeft dus besloten om niemand meer op de lijst te zetten in Judea and Samaria. Now, I would like to make it very clear: if you're an Arab living in Hebron, Airbnb is happy to list your property. Als je uh, ik wil het duidelijk maken, als je een Arabier in Hebron bent, dan is Airbnb heel graag bereid om jouw naam op de lijst te zetten. Alleen als je een Jood bent en in Hebron woont, dan zullen ze jouw huis er niet op zetten. Oké, okay. now, uh, of course this is illegal and it's discriminatory. Dat is natuurlijk illegaal en discriminerend. But I don't think Airbnb cares very much. Maar ik geloof niet dat Airbnb er erg veel om geeft. But what we have seen as such a, among people who support Israel. Nou, wat we zien is dus onder veel mensen die Israël steunen. I'm getting inquiries on Facebook all the time from people who said because of this I want to be sure and book my next holiday in a B&B in, in Judea and Samaria. Help ik, me do that. Ik zet dus voortdurend berichten op mijn Facebook van mensen die zeggen nu ik dit heb gehoord wil ik graag mijn een, een een Airbnb boeken in Judea en Samaria of een there, onderdak boeken. And there are a number of lawsuits that are now being organized against Airbnb because of this discriminatory action. And er zijn een heel aantal processen die op dit moment gevoerd worden vanwege deze actie van Airbnb. But I'd like to talk about another example of the BDS. Een ander voorbeeld graag nog van die BDS. Uh, which kind of highlights Who exactly is hurt and who is by Wat heel this erg goed duidelijk maakt wie eigenlijk het slachtoffer is van die BDS-acties. Uh, there's a company in Israel called Er is een, oh, een, 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 een bedrijf in Israël? SodaStream. En <laughs> this is a company that was in Judea. Dat was een bedrijf in Judea. And they employed hundreds of people in their factory who were Palestinian. En ze hebben dus honderden mensen aan het hadden verden mensen aan het werk in hun bedrijf die Palestijns waren. And they made between four and five times what they would make if they were working for an Arab company in the Are. Maar die Palestijnen verdienen dus vier of vijf keer zoveel dan wanneer ze zouden werken voor een Arabisch bedrijf. Well, the BDS-movement attacked uh, so stream, and they were losing business as a result. BDS heeft dus dat bedrijf aangevallen en ten gevolge daarvan verloren ze inkomsten. So they moved their to the Negev. Dus ze hebben hun fabriek naar de Negev verhuisd. The Jews still had their jobs. De Joden hadden nog steeds hun werk. And the lost their jobs. En de Palestijnen verloren hun banen. So who and who was dus wie had het voordeel en wie werd beschadigd? De Palestijnen die hadden de schade van. Uh, two weeks ago there was a horrible terrorist attack in a factory in barkan in samaria, samaria. Uh, an arab a palestinian who worked in that factory came into the factory with a gun and murdered two young people Een Arabier in Palestijn die daar werkte in die fabriek, kwam met een, met een geweer naar binnen en heeft twee jonge mensen doodgeschoten. Dit is een bedrijf waar jarenlang Joden en Arabieren met elkaar samengewerkt hebben. Last week I had from Christians for Israel with me in Samaria. Mm, vorige week had ik een groepje bezoekers van Christen voor Israel bij mij in Samaria. En wij gingen dus dat bedrijf in Barkan bezoeken. En we hebben dus de, de eigenaars van het bedrijf uh, ontmoet. En we hoorden hun verhaal dat ze zo verschrikkelijk verdrietig over deze aanslag waren. And then we were able to meet with the Arabs who work there. En toen waren we ook in staat om de Arabieren die daar werkten te spreken. One of them actually saved lives of some of the Jews. Eén van hen heeft juist levens van Joden gered daar. And we asked them what is going on in your villages and what about the other the Arabs who work there? What are they saying about this terrible attack? En wij vroegen ze hoe, hoe, hoe gaat dat in jullie dorp? er gesproken over die dorpelingen die die daad hebben gepleegd. So he said the people who work with Jews and who work in Israel or in the Jewish communities are very angry. En ze zeiden dus mensen, Arabische mensen dus die met Joden samenwerken in de dorpen en in de fabrieken zijn verschrikkelijk boos. He says ruining it for all of us, the rest of the Arabs. Zij ruïneren het, ze maken het voor ons allemaal, voor de rest van de Arabieren kapot. And you know the Jewish owner of the factory said, "You know, I can't help it. All these years I trusted these people. Now I always wonder if one of them going to become a murderer and turn against me." Ik kan het niet helpen, zei de Joodse eigenaar van van die fabriek. Al die jaren heb ik mijn arbeiders vertrouwd, maar nu vraag ik me af of ik de Arabische arbeiders wel kan vertrouwen en of ze niet op een gegeven moment toch een aanslag zullen plegen. And the Arabs told me, that now the security uh, is so much stricter that he has to get up an hour earlier in the morning because it takes him that long to go through the security check. And vanwege de security, die aangescherpt is natuurlijk me na een uur langer, ik moet een uur vroeger opstaan om naar mijn werk te komen. And this one of these Arabs said to me as well, he said, um, "In his village, most people think it is terrible." This en hij zei ook in zijn dorp: de meeste mensen denken dit is verschrikkelijk, zo'n aanslag. He said, we know you're not going anywhere. Hij zegt: we weten dat jullie niet weggaan. We need to learn to live with one another. Wij moeten leren met elkaar samen te leven. En we hebben fantastische condities, voorwaarden hier. waardoor we samen kunnen wonen en leven met de Joden. En toen vroeg ik hem: How come we're not hearing this voice from within your community? Hoe komt het dat we deze stem niet uit jullie gemeenschap horen? We don't hear, with rare exception, we don't hear Palestinians talking and saying we want to remain part of Israel. Met enkele uitzonderingen, ja, we horen bijna nooit Arabieren zeggen wij willen samenwonen, samenleven samenwerken met Israël. En hij zei toen, het is ongelooflijk moeilijk voor ons om dit soort dingen te zeggen. We have come back to our land. Wij zijn teruggekomen in ons land. En ik ben ervan overtuigd dat als wij heel erg duidelijk maken dit is ons land en wij blijven hier. Stapje voor stapje zullen de Arabieren het juist het, het gaan accepteren. The future is through cooperation on the grassroots level. De, de, de toekomst is aan samenwerking op de, de grassroots, noem je dat, het gewone menselijke samenleven.

Have no for our Want regeringen hebben geen enkele tolerantie, geen enkele begrip voor onze aanwezigheid in Judea en Samaria. We see for Wij zien Europese steun voor het Palestijnse BDS. We zien uh, European support for illegal Palestinian construction in Area C areas Wij zien uh, Europe ill illegale Europese steun voor illegale Arabische bouw in de zogenaamde C gebieden die dus onder uh, Israëlische controle staan. Het is geweldig belangrijk dat zeker hier in Europa een andere stem gehoord wordt. Dat een Palestijnse Arabier niet echt de vrijheid heeft om te zeggen wat hij echt denk, but denkt. You, but you have that maar jullie hebben het. Jullie hebben die vrijheid. En ik wil graag Christen voor Israël bedanken. Dat jullie die stem zijn in Europa. But we have to see that voice grow and maar we willen graag zien dat die stem krachtiger en luider wordt. En ik hoop dat iedereen van u echt wil, zult doen wat u kunt. To our in your own and om deze boodschap door te geven in uw eigen gemeenschappen en kerken. En om die Europese stem te be even luider en sterker aan de van het joodse recht in het land van Israël. En de Europese stem sterker en krachtiger maken in het voordeel van de joodse bewoning in het land. Do we agree? We do. Oké. Okay. We zijn het allemaal overeen. Do you want some questions uh, ja. Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/whatsapp.